boys, tot ik in deze nieuwe video heb vlogs. Vandaag zitten wij op Black Ops 3. En we zitten op de map Stronghold. En ja, het potje is zo je kan zien al begonnen. Klaar! Nou, er wordt gewoon nog een lekker tweede potje, ja jongens. Dus daar wordt weer even lekker een duimpje omhoog, hoop ik. Als je het leuk vindt, hè. En ik speel weer met de Ferro, want dat is een wapen wat ik al heel lang niet meer heb gebruikt, als jullie dat vorige video hadden gezien eigenlijk. Dus ja, laten wij dan maar gewoon even weer verknallen met de Ferro. Ja, laten we dat gewoon eens even lekker doen. Alleen ik ben benieuwd waar die al die chappies. Oh nee, dacht niet dat. Oh, headshot. Woehoe, lekker hoor. De dikke kastanje, die kan ook wel eens even een keer een iets gebruiken, ik weet niet wat hij kan gebruiken. Yo, die! Oké, ja, het is een beetje stil hier ook, maar dat kan. Jongens, waar zitten die al die kastanjes? Ah, zie daar een paar. Hoppa, ja, gaat lekker hoor. Ja, schiet de kastanjes maar even lekker af. Ja, joh. Hoppa, hey, goedemorgen, doei. Hey, goedemiddag, hè. Oké. Zit hier nog wat mensen? Hoppa, dat. Nee, ik ben dood. Oh my god, ik ben dood. Oh, wat ben ik ook aan de challenge, hè? Dat is echt gewoon niet normaal. Ik probeer een beetje dood te gaan. Dat is mijn motto hier of zo. Ik weet niet of dat mijn motto moet zijn, maar het zou wel. Ja. Oké, die man is down gewoon. Die zijn we gecounterd. Oh, wat fijn zeg. Ik dacht dat er hier een paar zitten. Ik weet niet zeker, maar ik dacht, misschien zitten er hier een paar. Ja, dat dacht ik al. Ho, ho, ho. Haha. Oh, wat daarom vergeluk dat ik dat op de grond ging liggen. Ik ging gewoon even naar bed toe. Ja, ging maar even, ja. Oké. Hey. Goedemorgen. Hoi, doei. Oh, sfeertje teammate. Oh, dat is teammate zelf. Goedemorgen. Ik sfeertje die gast. Oh, wat een kaksoi zeg. Oh, dan gooi je zo'n precies zo'n zeikgranaat weer naar mij toe. En dan ga ik weer dood. Oh, wat een kastanje rukken zeg. Niet normaal. Oh. Nou, loop je hier ergens man? Koevoet of wat? Wat denk ik? Ja, jij hoorde het! Ah! Kijk, hij hoorde voetstappen, ik zag het. Ik, ja, oh, kaksoi. En wat ben je nou? Hoppa. Maar als ik bijvoorbeeld tegen zo'n KN moet, dan is deze burst niet zo snel genoeg, hè? Dan is dit wapen niet zo snel. Heel veel mensen gebruiken nu in één keer een KN of zo. Ik snap het niet. Jongen, wat. Nee! God, wat een klerenvent, hè? Ga ik hier. God, nog zo mee. Ik ga dan nog 12 of 5 ook. Nou, maar jongens. Op naar het tweede potje, want dit is echt een zeikpotje. Kijk mijn space! Maar oké, jongens. Hoppa, dan haak je gewoon weer. Maar jongens, op naar het tweede potje. Jongens, we zijn bij het tweede potje aangekomen. Ik weet niet wat misschien of dat erop staat, maar ik was een beetje zo aan het doen. Ik was even kijken. Voor mijn stoelhouding was ik aan het doen. Dus toen klikte ik op het opnemen knopje. Maar we gaan even lekker weer knallen. We gaan gewoon eens eventjes met. Het zit weer op dezelfde map. Ik denk dat we gewoon eens even dit wapen pakken. Dat ook. Als jullie dat horen, attack, attack. Ja. We gaan gewoon even met dit wapen. Misschien ga ik nog wel eens even wat leuk uitpakken. Dat, ja. Dat wij dat, komen. Dat wij gewoon iets leuks gaan halen met dit wapen. Oh kak, wat een kak, sorry. Oh, wat een scheid, ventjes. Oh, wat een kak. Ik heb er nu al een hekel aan, hè, die gasten. Ze komen nu al gewoon een span binnen, hè. Oh. Ik zit hier nooit achter. Nou, kom maar naar binnen, meneer Glazen. Zo, doei. Jo.
Kabouter zeg, gladsidori man. Oké, daar een extra 2 weer, hè. Oh, dat is teammate. Niet mij killen. Wat een kakkeluk het event. Jongen, je gelooft het ook weer niet, hè. Jongens, je loopt gewoon een... Nou, ik dacht dat er iemand loopt, maar nee hoor. Goh, ik zat ook weer tegen. Ik ben een crossfit challenge aan het doen en deze hele game, man. Heb ik je nou een grip op of zo? Want dit is echt een rinkel, jongen. Goedemorgen. Nee, oh man, ik kan... En alleen die vet kan ik killen, hè? Het is toch even verschrikkelijk, dit. Nou, oké. Okay. Nou, we staan weer 2-1. Hartstikke mooi, man. Oh, ga nou niet met burstwapens spelen. Dan ga ik ook met burstwapens spelen, hoor. Nou, kom maar terug als je ballen hebt. Komt hier niemand, ik kom via deze kant. Oh, wat een balzaak. Nee, wat een... Dat niet, jong. Nee! Wat ben je nou aan het... Oh. Wat een... Nu ben ik weer dood, hè. Jongens, wat is dit? Hoppa. Huh? Nee. Oh my god. Hey. Niks doen, hè. Oh, kak. Oh. Gelukkig, er waren teammates. Nee, oh mijn, wat een kabouterploppers-event, zeg. Gatsidari, man. Oh, dat is echt niet normaal, wat een kak-camper, he. Je loopt hier ergens, toch? Ja. Maar doei. Zeg maar dag tegen je moeder. Nee. Oh, wat ben je? Wat? Kak-kabouter, serieus. Jongen, gaat een beetje lopen springen. Dan weet ik niet waar je bent. Ja, nu wil ik je van... Ah. Waar ben je? Ja, groene stinkerboter. Ja, hier. Hè? Hoppa, waar ben je? Jij kan scheef schieten, jongen. Zo, daar krijg je echt een team voor. Nee! Sorry. Ik zat zo erg die gasten een beetje te rekken hier, hoor. Maar nee. Kom nou eens niet van achter, man, kabouterplop. Ja, Chinese augurk. Wat ben je nou aan het doen? Oh. Ah, pak gewoon mijn ferro erbij, hè. Als je zo moeilijk gaat doen. Nou, kom maar. Oh, daar hebben ze een rap zien. Oh, wat een down. Nee. Ontblokken. Nee, ik ben getagd. Ja, op Insta vind ik het wel leuk als ik getagd word. Maar in deze game niet. Wat een kak, sorry man. Nee. Wat kom je nou vandaan, man? God, stinker. Wat een show. Ga even lekker die ballen likken of zo. Hè, wat te doen of zo, hè? Laat ze mij te killen. En ook iemand met. Hé, hey, groene tuinkabouter, daar ben je ook weer. Goedemorgen. Tjonge jongen, wat een kabouter. Nou, lopen. Hoi. Gele kanarie, even niet. Ja, goh! Gele stinkaap moet mij weer pakken, hè. Oh, wat een dikke Harry. Godzijdank. Ja, daar je groene tuinkabouter ook weer. Nou, dan loop ik wel even om voor jou, oké? Okay? Nou, dan ga jij even dood, chunker of zoiets. Kijk, dan kom ik mooi achter die man, zo hoppatee. En dan hebben we die groene tuinkabouter ook. Hoppa. Nou, waar sta je? Niet hier. Jij bent een andere. Je zoekt die groene tuinkabouter. Waar is die? Oh. Ah, tappen! Niet doen. Ik zweer het je. Ik doe het allemaal even niet. Maar je zoekt die groene. Nee, oh mijn god, wat een fan, zeg. Ik wil die groene. Hoe heet die groene nou? Ik wil weten waar die groene is. Groene. Ei. Nee, jij hebt niet gele. Ik wil die groene hebben. Is ergens die groene te bekennen of zo? Of. Nee, niet jij. Maar ik wil je toch wel even killen voor de kill. Dankjewel. Hallo? Ah, tappen. Ja, jongens. Nee, dat is toch de gele. Ja, dat is die gele kanarievogel. Hier ligt die groene. Maar waar is die? Die groene loopt toch met een shotgun rond, of niet?
Zal ik hem daar nou vliegen? Ja, dacht even niet, hè, om mij te killen. Wij zoeken die groene tuinkabouter. Hè? Schiet nog niet op met dat event. Oh nee, dat ga ik maar niet doen met dat ding. Oh, ik dacht dan eerder geen tuinkabouter ook. Nee, nee, nee. God man, wat een event, zeg. Oh, wat een dikke koevoetkegel is die. Nou, dan roep ik toch een UV en ook al hebben die al lang in de lucht. Ja, de hele groene tuinkabouter. Yay, goedemorgen. Wordt toch zo vrolijk van die vent, hè? Hé, rij je mocht. Die potjes gaan wel heel snel en we hebben weer verloren. Nou, dat kan. Hoe hebben we nou eigenlijk gewonnen dan? Ik dacht, we gingen op zich wel lekker. Ah, dan komt er die 2 en 21. 2-2-21-2. Jongen, we zijn toch een beetje flap mogen, jongen. Ja, die gewoon een teukenbout. Ja, ook gewoon gewonnen met 26. We staan gewoon... Nou, die vent had het beter gedaan dan mij. Maar oké, jongens. Thanks voor deze video. En jongens, hopelijk... Stan. Ik moest jou nog even shout-out geven. Dus shout-out naar Stan. Ja, als je dit kijkt, alsjeblieft. Ja, ik had het nog bijna vergeten. Jongens, thanks voor deze video. En tot de volgende keer. Later.